Dragon Mastery. De draak staat voor hindernissen, uitdagingen, problemen waar dat jouw cl cliënten of jezelf mee worstelt. En uh, Dragon Mastery is een methodiek die ik op een eendaagse wil demonstreren, je laten oefenen, uh, samen met HRD Academy georganiseerd. En de methodiek is ontstaan in mijn coachpraktijk. Waarbij ik heb vastgesteld, al in de jaren negentig eigenlijk, dat coaching vooral ook succes heeft als je werkt aan de zelfsturing van mensen. Als je hen bekwamer maakt in hoe ze bezig zijn met een bepaalde uitdaging. Niet alleen wat en wie, maar hoe maakt het grote verschil. En mensen hebben heel vaak een blinde vlek in hoe ze bezig zijn. Vandaar als je dan feedback overgeeft van, kijk, je bent niet systematisch genoeg bezig, of je gaat er te hard tegenaan. Uh, mensen begrijpen dat niet altijd. En die methodiek uh, gaat erover dat we de dragon, eh, dragon mastery, meesterschap over de draak, uh, uh, in het midden leggen, al rechtsstaande. En daar rond leggen we zes figuren. Figuren die eigenlijk patronen zijn, die ik heb vastgesteld in die coachpraktijk. En uh, een voorbeeld van zo'n figuur is de krijger. En ik gebruik graag archetypes. Dus uh, de ridder van vroeger, die eigenlijk de draak te lijf gaat. Die draak die vuurspuut. Met een zwaard hak je zijn hoofd af. En de krijger kan uh, rond problemen vaak een goede aanpak zijn, maar is ook bij andere problemen helemaal niet de juiste aanpak. Want uh, er zo hard tegen aangaan is uh, niet altijd uh, succesvol. Je moet soms uh, de uitdaging leren kennen, uh, geduld hebben, me, uh, zoeken, uh, je, doorgaan en terugkeren en leren en, en misschien zelfs relativeren. En de draak tot vriend maken. En dat zijn dus eigenlijk allemaal zeer filosofische uitgangspunten die mensen doen nadenken: hoe ben ik eigenlijk bezig met een bepaalde uitdaging? En die zes figuren, die dus liggen rond die draak, hè? die draak ligt in het midden en daar heb ik foto's voor gemaakt. Uh, dat uh, is een exploratie van hoe dat je nu bezig bent, en van daaruit komen dan inzichten in hoe dat je beter kunt bezig zijn. En mensen die die uh, methodiek hebben gevolgd in mijn coaching, die zeggen altijd: Nadien, als ik hen nog tegenkom, die methode was zo verhelderend. Heeft mij zoveel inzicht gebracht. Want heel vaak is het patroon dat je doet in hoe dat je met iets bezig bent, niet heel typisch voor dat specifieke probleem. Maar is ook iets heel typisch voor je eigen persoonlijkheid in hoe dat je met het leven omgaat. Dus de reflectie die daardoor ontstaat over het leven, van uh, hoe dat jij dat doet, maar ook hoe dat we in het Westen. Vooral bezig zijn met uitdaging, vooral als krijger, doelen formuleren en oplossen. Dat heeft zijn beperkingen. Hè? En daarover nadenken, dat is de Dragon Mastery. Ik organiseer dus een eendaagse. Ik demonstreer het, je oefent het en je neemt het spel met de kaarten en de handleiding mee naar reis en je kunt er onmiddellijk mee aan de slag gaan. Het is niet echt moeilijk, maar het proces, eens gezien hebben hoe dat werkt, is echt wel de moeite waard. Mijn naam is dus Rudy van Damme. En ik uh, doe hier beroep op mijn ja, toch wel 30-jarige ervaring in coaching, uh, individuele uh, begeleiding. Alhoewel de Dragon Mastery ook op teams kan toegepast worden. En dus uh, welkom op de eendaagse Dragon Mastery.